de waarde van kunst. Kunst ervaren, kunst zien, kunst beleven. Kunsteducatie onderscheidt eigenlijk drie aspecten. Als we het hebben over het onderwijs. Eén daarvan is de productie van kunst, zou je kunnen zeggen. Dus kunst maken zelf, tekenen, schilderen, musiceren, theater, dans. Receptie van kunst, dus het kijken naar kunst, het ervaren van kunst. En eigenlijk een combinatie van die beide is reflectie op kunst. Dus het nadenken daarover. En dat gaat over alle kunstdisciplines. Kunstlok en dan eigenlijk meer de rechtsvoorgangers Kunstbalie en BISC, Brabants Instituut voor School en Kunst, hebben vele jaren kunstmenu's samengesteld, gescout en samengesteld, die afgenomen werden door heel veel scholen in Noord-Brabant. Die dienstverlening, daar zijn we een aantal jaar geleden mee moeten stoppen. En het idee was dat die dienstverlening door het veld, door de makers zelf als het ware, wel opgepakt zou kunnen gaan worden. Nou, dat is voor een deel gelukt, maar voor een deel ook nog niet. Om kunsteducatie op basisscholen te bevorderen, heeft de overheid een programma samengesteld. Cultuureducatie met kwaliteit, daar zetten wij als Kunstlok ook volop in. En hiermee wil men het cultuuronderwijs in de basisscholen een enorme impuls geven. En scholen en culturele instellingen slaan in toenemende mate de handen in elkaar om op die manier de dingen die ik net al noemde, dus de productie, receptie en reflectie, om dat mogelijk te maken. Er is een maar, je voelt hem al aankomen. En die maar is dat er in die zin een grote kansenongelijkheid ook ontstaan is nu in Brabant, waar in het verleden de menu's die Kunstbalie en BISC, dus de rechtsvoorgangers, samenstelden, die werden met een busje door de hele provincie gereden. Dat gebeurt dus nu niet meer. En het gevolg is dan ook dat kinderen scholen in de grote steden over het algemeen een redelijk goede toegang hebben tot alle kunstdisciplines. En met alle kunstdisciplines bedoel ik van dans via theater en muziek tot beeldende kunst, fotografie en mediakunst. Geldt dat voor heel veel scholen in de dorpen, zal ik maar even zeggen. In de periferie van Brabant, zeg ik dan bijna oneerbiedig. Geldt dat niet of veel minder. En zelfs in toch forse plaatsen als Bergen-op-Zoom of Roosendaal, Uden, daar wordt dat al lastiger. Dus vandaar dat er ook, en daar heeft de Kunstbalie was het toen nog, hè, dus eigenlijk Kunstlok moet ik dan nu zeggen, ook flink de hand in gehad. Met name op het gebied van de tentoonstellingskunsten is er een initiatief ontstaan, het Brabantmenu. En het Brabantmenu is een samenwerking van een aantal podiumkunsteninstellingen, niet de minste, hier uit Brabant. En die kunnen op die manier nog steeds zorgen dat over heel Brabant kinderen in aanraking komen met de verschillende kunstvormen. Als dat niet kan door naar het theater te gaan, dan komt het theater als het ware naar de school toe. Dus dan zijn er bijvoorbeeld optredens in buurthuizen in de buurt. Dat wordt dan geregeld. Of op de school zelf. Wordt de dansvloer wordt letterlijk in de speelzaal uitgerold. En dan wordt er in een kleinere setting wordt er op die manier een voorstelling verzorgd. Nou, datzelfde idee. Hè, dus van grootschalig en met alle toeters en bellen en van alle gemakken voorzien. He, zoals een Van Abbe Museum dat kent, of zoals een Museum de Pont dat kent, tot kleinschaliger, maar nog steeds kwalitatief goed op de scholen. Dat staat ons eigenlijk ook voor ogen als het gaat om die beeldende kunsten. En de scholen vragen daar ook om, alleen het antwoord blijft veelal uit. Nou, over dat antwoord, daar laat ik eerst nou Jan Scharlakens van Breda Foto aan het woord. Ik heb een jaar of 3 geleden, correct me if I'm wrong, Jan, het initiatief genomen om Jan samen met een intermediair uit Roosendaal, Cecile Kooijmans, om de tafel te zetten. Omdat ik van Jan wist dat Breda Foto ook wel ambities had om buiten het festival, maar daarover zo meteen meer, iets met fotografie te willen. Maar voordat ik daar het gras voor de voeten weg ga maaien,
geef ik nou het woord aan Jan. Maar dan moet ik ondertussen nog even de presentatie die hij daarvoor gaat gebruiken openen. Zal ik ondertussen wat vertellen? Ja, vertel ondertussen, want dadelijk dan floept hij wel ineens in beeld. Dat een hele mooie goed. Achtergrond, hè, man. Dankjewel. Ja. Ik ben Jan Schaarlakers. Ik werk voor Breda Foto. Wij werken hier met een heel klein team. 5 mensen. En we zijn best een behoorlijk festival. Dat betekent dat we veel taken hebben. Mijn belangrijkste taak is eigenlijk het werken aan de tentoonstellingen zelf. En het vormgeven daarvan. We hebben allemaal nog een klusje erbij. En in mijn geval is dat educatie. En dat doe ik inmiddels een jaar of 8 of zo. Heel even in het kort. Ik weet niet of jullie Breda Foto kennen, maar dat is in ieder geval een biennale. Die vindt plaats elk even jaar, dus 1 keer in de 2 jaar. En dan gedurende een week of 6-7 in het najaar. Eigenlijk vrij snel na de zomervakantie, tot aan de herfstvakantie ongeveer. Eerstvolgende editie, houd me in de gaten, is september-oktober 2022. Breda Foto is een fotofestival, een toegankelijk fotofestival aan de hand van een actueel thema. Wij hebben verschillende randprogrammeringen. Naast een uitgebreid programma voor jonge professionals, wat we eigenlijk heel erg goed al hebben doorontwikkeld. Waarbij we samenwerken met verschillende Europese academies, een stuk of 10, uit Hongarije, Finland, Duitsland, België. Hebben we ook programma's voor voor het primair en het voortgezet onderwijs. En traditioneel, en dat is natuurlijk wat Herman zojuist ook al aangaf, daar zit hem de meerwaarde in van het daadwerkelijk beleven van beeldende kunsten. Gewoon op locatie vinden die plaats tijdens het festival. Omdat voor ons ook het allerbelangrijkste is dat kinderen en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs gewoon echt in het museum komen en tussen de beelden lopen, zoals wij ze tonen. Bovendien, en dat is een meerwaarde die wij ook wel heel erg waardevol vinden, geeft dat ook voor de reguliere bezoeker ook wel weer een mooie dynamiek. Want je ziet ook heel veel, hè, als wij rondleidingen verzorgen voor het primair onderwijs, dat bezoekers ook even aanhaken. En dan zie je al een grote smile op die gezichten verschijnen. Dat is echt gewoon superleuk. 6 weken in het najaar, 1 keer in de 2 jaar, is natuurlijk gewoon een enorm korte tijd. En wij merken ook, Breda is natuurlijk gewoon, het is maar Breda. En niet iedereen is in staat om naar Breda te komen in die 6 weken. En 6 weken is kort. Dus, en we hebben bovendien ook gewoon een maximale capaciteit op het festival. Want we hebben dan iets van 10 of 12 rondleiders. Die kunnen ook maar 3 of 4 rondleidingen per dag geven. Dus op het festival kunnen we, hè, als we in goede doen zijn, zo maximaal zo 3000 kinderen ontvangen. Nou, in Breda zitten er al, hebben we al iets van 15.000 basisschoolleerlingen. In de provincie zijn er dat, Nog veel meer. Dus wij zagen wel dat we lang niet iedereen bedienden, waar we dat wel heel erg graag wilden. En Herman gaf het zojuist ook al aan, omstreeks 2017 kwam eigenlijk de eerste gedachte, de eerste vraag vanuit Kunst Bali. Ik herinner me dat nog goed, om iets te gaan ontwikkelen wat we ook in de scholen zouden kunnen brengen. Zonder dat dat een aderlating is. Dus daar hebben we goed op gebroed. Met Herman samen, weet ik nog. En inderdaad ook met partner Cecile Kooijmans van Cultuurcompaan uit Roosendaal. Hebben we goed het onderwijsveld verkend. Goed nagedacht van wat is nou precies die opdracht. En natuurlijk de doelgroep vastgesteld. De titel van het project, dat kwam eigenlijk al vrij snel. Het was toen The Best of Breda Foto of Breda Foto on Tour. Dat hebben we heel erg goed in het achterhoofd gehouden. En van daaruit zijn we verder gaan werken. Dat geeft ook aan. Normaal hebben we bij het festival een programma op basis van een actueel thema. Nou, daar konden we in dit geval wel een beetje loslaten. En we konden werken naar series en werken die we in eerdere lesprogramma's die we op het festival aanboden,
hadden bewezen goed te werken voor kinderen en mooi aan te sluiten bij de belevingswereld en de interesses van die kinderen. Dus in dit project, Breda Foto on Tour, tonen wij dus werken van de 5 voorgaande festivals vanaf 2010 eigenlijk. Misschien is het leuk om even wat plaatjes te tonen intussen. Als het goed is. Is het nu in beeld? Het logootje? Nou, hier zie je een van onze rondleiders. Kun je het zien, Herman? Is dit duidelijk? Oké, heel goed. Even in het kort een kleine impressie van hoe dat er dan uitziet. En wij koppelen er ook vaak wel een actieve component aan. Ik bedoel, alleen maar zenden is niet, dat is niet wenselijk. Dus kinderen willen ook wel gewoon wat doen. Dat zie je in deze dan ook. Nou, even kort over het project zelf. Het was heel duidelijk al heel snel dat we iets wilden maken in de stijl van Breda Foto. Dus niet oneerbiedig, maar in ieder geval geen foto's op tafelezels, maar echt gewoon een stoere expositie maken die des Breda Foto's is. En die ook gewoon naar de scholen kon. En uiteindelijk is dat best een fors ding geworden. Wat we ook belangrijk vonden is dat de expositie in zekere zin interactief is. Dat er nog wel wat te spelen valt en te beleven valt. Geen statische opstelling dus. Dit was eigenlijk de eerste oefening op het gebied van de expo op school. Daarvoor hadden we dat nooit gedaan. We hebben ons altijd louter geconcentreerd op projecten die we tijdens het festival draaiden. Het totale pakket waar we het hier over hebben bestaat eigenlijk uit de genoemde expo. Ik zal zo wat plaatjes daarvan laten zien. En een lesprogramma met 4 lessen. We hebben met Breda Foto in eerdere biennales al best wat onderwerpen belicht. Veel maatschappelijke thema's. We kwamen er al heel snel achter dat in dit stuk, als we kijken naar wat zijn nou de beelden die interessant zijn voor kinderen, de mens heel erg centraal is komen te staan. En dat is eigenlijk vanzelf gebleken en dat is dus ook het thema van deze tentoonstelling geworden. Ik zal intussen ook wat, in ieder geval dit eerste beeld. We hebben het pakket bestaat fysiek uiteindelijk uit deze expositie. Dit zijn iets van 30 beelden op alle zijden van de kubussen. Die zijn te draaien. Daar is een toren van te maken. Of 2 torens van 4 kubussen op elkaar. Die zijn dan 2 meter hoog. Die kubussen die zijn 50 bij 50. Maar je kunt hier ook mee spelen. Je kunt andere beelden naar voren halen. Hierbij zit ook een mini-catalogus. 8 sets. Van 30 kaarten, want er zitten best veel spelvormen in. We gaan kaarten vergelijken, een checklist, een logboekje en nog wat digitaal materiaal. Al met al een handzaam pakket, maar best nog een fors ding. Nog verder over de inhoud. Breda vindt het belangrijk. Breda Foto vindt het belangrijk dat we de kinderen vooral prikkelen om kritisch te kijken. En beelden in relatie tot elkaar te zien en in hun context. En eigenlijk als het kan ook de motieven van de kunstenaar ook te leren kennen. Wij gaan dus niks uitleggen in dit werk, maar we stimuleren de kinderen juist om goed te kijken, dat te delen met elkaar en te zien waar we komen. En we merken in de praktijk, en dat merken we met dit project, maar dat merkten we eigenlijk ook altijd op locatie, dat ze er bijna altijd helemaal komen. En dat is wel heel erg mooi om waar te nemen. En dan merk je eigenlijk ook van geen thema of geen onderwerp is eigenlijk te moeilijk of te ingewikkeld. Mits je het goed begeleidt. Dus we leggen niks uit, geen frontale kennisoverdracht. De lessen die volgen eigenlijk altijd de opbouw die in onze educatievisie eigenlijk centraal staat. En dat is... dat is eigenlijk een korte reis. Dat is kijken, verdiepen, duiden
En tenslotte ook nog een moment van creëren. We merken wel dat als kinderen daadwerkelijk ook iets doen, dat ze dan ook, dat wat ze opdoen, dat dat dan ook beter beklijft. Kinderen gaan in dat traject eigenlijk ook steeds iets dieper in op de werken. En de leerkracht gaat daarin mee. Wat we niet doen in deze, en wat we eigenlijk nooit doen, is heel erg ingaan op technische fotografische aspecten. Maar het gaat heel erg om kijken en om interpreteren. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. We kijken naar hetzelfde, maar we zien wat anders. En door daarover met elkaar in gesprek te gaan, kom je ook tot die duiding. Die volgorde of die visie, zeg maar, die we daarop hebben, die komt ook heel erg aan bod in de opbouw van de lessen. Dus het programma bestaat uit 4 of 5 lessen. Waarbij we steeds een stapje dieper gaan. En we beginnen dan met een intuïtieve of een associatieve, een heel erg persoonlijke blik. En daarna gaan we meer in de analytische modus. En gaan we het beeld ook echt kritisch bekijken. Wat misschien nog wel even onder de aandacht. Als je zegt, we kijken naar hetzelfde, maar je zou ook maar we zien allemaal wat anders. Zou je kunnen denken van ja, dat interesseert ook een zekere vrijblijvendheid. Maar daar kunnen we op een of andere manier, en ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar toch van weg blijven. Toch aansturen op uiteindelijk bij die motieven van die kunstenaar terecht te komen. Ook al. In veel gevallen, als je met die kunstenaar zelf praat, weet hij het zelf ook niet helemaal. En dat vind ik wel heel erg tof en prettig om mee te maken. Even kijken hoor, ik had nog een paar puntjes. We hebben dus een vrij uitgebreid, en dat zal ik even op het plaatje laten zien, pakket gemaakt. Dit zijn de speelkaarten die we gebruiken. Dus een set aanzichtkaarten van 32. Daar gaan kinderen mee aan de slag. In verschillende werkvormen. Actief. Op een spelachtige manier. We hebben daarbij ook 3 boekjes ontwikkeld. Of eigenlijk 2. Die voorste, dat is de catalogus. En deze linkse is het eigenlijke document, zeg maar, de handleiding voor de leerkracht. Van binnen ziet dat er zo uit. Wij vonden het wel belangrijk om dat sowieso goed vorm te geven, zodat het gaat best over heel veel aspecten. Moet makkelijk leesbaar zijn. We vonden het van belang dat we in ieder geval de leerkracht, en dan ook de leerkracht die het niet gegeven is, zeg maar, om met cultuur bezig te zijn, toch optimaal te faciliteren, zodat die goed uit de voeten kan met deze les en die lessen inderdaad ook gewoon zelf kan geven. Want wij waren niet, en ik denk dat we in de toekomst dat ook nog steeds niet zijn, in staat om als kunstenaar in de klas op te treden. Zo ziet het er dus van binnen uit. Even kijken. En dan daarbij hadden we ook nog een kleine mini-catalogus. Die kon in de klas gebruikt worden. Waarbij we eigenlijk op voor de kinderen begrijpelijke manier uitleggen. Maar in ieder geval iets vertellen over dit beeld. Wat verder in die serie te zien is. We houden hierbij natuurlijk wel. We werken sowieso heel erg samen in dit project. Of hebben we gedaan in ieder geval met Kunstlok. We hebben ook altijd advies gevraagd aan een deskundige. Die hebben we nooit zomaar zelf ontwikkeld. Ook al komen we wat dat betreft al inmiddels een heel eind. En we houden natuurlijk altijd gewoon de landelijke kaders en de culturele competenties goed in de gaten. Verder is het misschien aardig om te zeggen dat in de tijd van de corona, dat is eigenlijk het laatste plaatje, hebben dezelfde set, ik heb hier nog één kubus staan, hebben we ook nog een keer in een wat kleiner formaat
geproduceerd, omdat we merkten dat deze torens, die werden vaak centraal opgesteld. Nou ja, je zit met die bubbels. Scholen kunnen niet altijd, of klassen kunnen niet altijd gemakkelijk manoeuvreren. Dus we hebben een aantal compactere setjes gemaakt. En zoals je hier ziet, kan in twee tassen. Dat is even een hele praktische. Is het voor alle groepen? Want ik zag net groep 7, 8 voorbij komen. Is het specifiek voor het bovenbouw? Ja, we hebben dit... Omdat wij eigenlijk voor het... we konden niet alles doen. We hebben ons in deze, omdat we dat eigenlijk op de festivals ook altijd deden, gericht op groepen 7 en 8. Soms maken we een extra uitstapje naar de groepen 5 en 6. Maar we weten wel, als je in groep 5 zit, en zo aan het begin van het schooljaar, je komt net uit groep 4. Je kunt net lezen en schrijven, bij wijze van spreken. Dus dat was een ingewikkelde, maar we hebben toch die grens daar gelegd. En misschien wel aardig om aan te geven, wij zijn inmiddels wel bezig om ook iets te ontwikkelen voor de onderbouw. Maar dat is wel een hele andere tak van sport. Dan zit je wel op een andere, ben je wel op een andere manier aan het werk. Nou, dit komt onder andere dadelijk ook nog wel voorbij, want er zijn inderdaad nogal wat facetten aan deze tak van sport, als je dat zo mag noemen. De culturele praktijk, dat is een tak van dienstverlening van Kunstlok, van ons. En de doelgroep zijn hier genoemd, kunstenaarsmakers, educatief ontwerpers in dit geval, en... Het kan uiteraard ook prima een samenwerking tussen beide zijn. Ik heb hier linksonder in de dia de presentatie, die link zal ook zo in de chat nog gedeeld worden. Een tip. Mijn beste idee komt nog. Dat is nog uit de tijd van Kunstbalie, een boekje wat door ons uitgegeven is en waar alle deskundigen intern hier allerlei facetten van het educatief ontwerpen en wat er allemaal bij komt kijken belichten. Via die link kom je aan de online uitgave. Is het dan een uitgave? Nou, dan kom je bij de online versie daarvan. Maar er zijn ook een beperkt aantal exemplaren fysiek verkrijgbaar. En als ik me niet vergis, zijn die iets van 1995 of 1795. Maar in ieder geval, mocht je die willen bestellen, dan kan je dat via de chatcamer maken of via een mail naar mij of whatever. Dan komt die jouw kant uit. De kunsten, die zijn al genoemd. Die staan wat ons betreft dan voorop. En de kunsten en het onderwijs. Hoe breng je die bij elkaar? Ik noemde net al dat de cultuureducatie met kwaliteit, die hele landelijke ontwikkelingen in gang zet, zijn juist om die verbinding te gaan maken. Zoals ik al vertelde, hebben wij als Kunstlok zijnde, of eigenlijk de rechtsvoorgangers, dan hebben we vele jaren, bijna 30, kunstmenu's samengesteld en gescout. En wat je dan op een gegeven moment wel merkt, waar je tegenaan loopt, is dat het werd toch best vaak ervaren als erbij. En wat je eigenlijk wil, is erin. Als we dat dan niet verkeerd opvatten. Er zijn een heleboel... dingen in gang gezet sindsdien. En een hele belangrijke daarin, want ik moet het niet te gedetailleerd maken, maar een hele belangrijke factor in dit verhaal is in ieder geval een intermediair. Dat is een proces wat medio 2005 in gang is gezet. En de intermediair die is nou net de brug tussen de kunst aan de ene kant en het onderwijs aan de andere kant. Dus die is wat meer thuis in beide werelden. Kent vooral de noden en de behoeftes van de scholen goed. En is op die manier eigenlijk ook de ingang voor de makers, voor de kunstwereld, naar die scholen toe. Zoals hier ook staat, het speelt tussen het culturele veld, de kunst en de scholen. Hij is het trouwens meestal bekostigd door gemeente, Centrum voor de Kunsten, of soms ook door de scholen. En soms in een constructie waarbij ze alle drie een zekere bijdrage doen. En een intermediair organiseert proactief en op vraag het culturele aanbod voor de verschillende scholen. En in het bijzonder, en dat is dan met name, dat is eigenlijk ook een erfenis van die kunstmenu-investeringen die Kunstbalie en BISC, onze rechtsvoorgangers, jaren geleden hebben gedaan. Het overkoepelende aanbod voor meerdere samenwerkende scholen. Dus bijna elke intermediair heeft in zijn werkgebied
hele range van scholen. Maar op heel veel plekken werken die scholen ook als het gaat om het afnemen van kunstaanbod samen. Neem eens een dansgezelschap, ik noemde net het Brabant menu als de stilte. Op het moment dat je die wil programmeren, dan kun je dat het beste voor elkaar krijgen op het moment dat je als scholen samenwerkt. Omdat je op die manier dan een groter leerlingenaantal hebt, waardoor je een voorstelling goedkoper in kan kopen. Daar komt het eigenlijk praktisch gezien op neer. Plus dat je natuurlijk... naast het goedkoper inkomen, dat je dus ook meerdere leerlingen hebt, waardoor je het allemaal efficiënter kan doen. Dus het is niet alleen de prijs per leerling die dan omlaag gaat, maar vooral ook dat je het betaalbaarder kan doen. Nou, als we doorgaan naar de situatie in Brabant. Ik heb hier, als je dan denkt, wat zit er in het midden voor een rare witte vlek? Nou, dit kaartje is iets verouderd. Daar zit Haren. En Haren is tegenwoordig opgedeeld naar de drie omliggende gemeenten. Dus vandaar die witte vlek. Het is niet dat Brabant echt een witte vlek kent. Maar dit is even om te illustreren. Alle gemeentes die er in Brabant zijn. En waar op de een of andere manier een intermediair actief is. Nou, dat zijn dus eigenlijk alle gemeentes. En eigenlijk werken die intermediairs ook nog regionaal samen. Maar dat voert te ver om daar hier uitgebreid op in te gaan. En als ik even naar het volgende plaatje ga, daar heb ik even de B5 ertussenuit gehad. Dat zijn de grote steden. Daar is de situatie over het algemeen iets anders, omdat die in een relatievere, luxere positie zitten. Omdat je daar natuurlijk, als je het hebt over het aanbod van al de kunstdisciplines, dan heb je daar over het algemeen het hele spectrum wel zo'n beetje voorradig. Dus die zijn wat dat betreft wat meer op zichzelf aangewezen en ook wat minder op zoek naar waar wij het vandaag over hebben, waar wij vandaag naar op zoek zijn, zal ik het maar even noemen. Net werd die vraag al even gesteld. Ja, daar is eigenlijk hier kort gezegd het antwoord op. In het programmeren, in het ontwikkelen ook, wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt binnen het onderwijs tussen onder- en bovenbouw en binnen de onder- en bovenbouw ook nog weer in die vier doelgroepen zoals die hier genoemd zijn. Dus de groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 8. Dus op het moment dat er sprake is van educatie, moet je ook in je achterhoofd die scheiding onder-bovenbouw, maar eigenlijk nog specifieker de scheiding 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7, 8 houden. Hey, op deze basis worden door scholen, of door intermediairs eigenlijk namens de scholen, worden keuzes gemaakt. Hey, dus men heeft een vraag naar een bepaalde doelgroep. Nou, als je dan kijkt, hoe zit dat dan in elkaar? Nou ja, ik heb hier een paar regio's als voorbeeld even uit dat kaartje wat ik zojuist liet zien geplukt. Nou, als je dan een gemeente als Drimmelen neemt bijvoorbeeld, daar zitten 8 scholen. En als je het totaal aantal leerlingen is ongeveer 1500 leerlingen. Dat is even nu de huidige stand. Geertruidenberg, even hetzelfde aantal scholen, ook ongeveer 1500 leerlingen. Dat is toeval. Als je dus gaat ontwikkelen, kun je dat getal van 1500 kun je grofweg door 4 delen. En dan weet je dus wat er per doelgroep aan leerlingen zijn die voor een bepaalde programmering in aanmerking komen, zou ik maar zeggen. Je ziet Bladel eerst op bij Gijk. Die heb ik niet voor niks met z'n drieën bij elkaar staan, want die werken ook qua programmering veelal samen. En dat geldt ook voor Boekel en Gemert Bakel in dit geval. Nou, het voordeel als je gaat ontwikkelen is duidelijk. Je hebt 1 aanspreekpunt, 1 contractpartij. He, dat maakt het nogal wat gemakkelijker. Of dat je net als ik liet net Eersel, Bergijk, Bladel zien. Nou, dan gaat het over ergens meer dan 25 scholen. Dus op het moment dat je met 25 scholen individueel zaken moet gaan doen, dan wordt het een hele bewerkelijk iets. Maar op het moment dat je dus met 1, of in dit geval zou het er misschien 2 kunnen zijn, maar met 1 aanspreekpunt te maken hebt, dan kun je natuurlijk meteen sneller schakelen en werkt dat veel efficiënter. Dus je hebt die bulkafname, noem ik het maar even oneerbiedig. De planning, en dat is ook nog best een klus. Hè, maar die intermediair heeft juist daar heel erg veel ervaring mee. Die hebben schema's die ze al jaren gebruiken. Dus daar kunnen ze gewoon met heel, heel snel tiktakken met de verschillende scholen. Kunnen ze die planning over het algemeen eruit draaien. Dus daar word je eigenlijk mee ontzorgd, als ik dat zo mag noemen. Nou, dan komen we op de kunst zelf. Want daar gaat het natuurlijk in eerste instantie om. En de manier waarop je die naar die scholen brengt. Nou, Jan heeft daar net al een prachtig voorbeeld van laten zien, die kubussen, zal ik maar zeggen. Want wat we wel willen, is dat er op de een of andere manier ook echt iets op die school gebeurt. Eus, had jij een vraag? Ja, even over die intermediair. Ja.
Wat is dat dan? Dat is kunstlok of hoe zie ik nee, dat? Nee. Oh, oké. Nee, dus wat ik ook al zei, die wordt meestal door de gemeente, de scholen of het Centrum voor de Kunsten of een combinatie van die drie bekostigd. Ja. Dus die werkt ook lokaal in die gemeente. Dus ik liet die kaart met al die kleurtjes. Nou, elk kleurtje is ook een intermediair, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, want ik bijvoorbeeld, ik doe wel eens iets voor Nieuwe Vesten, dat is dan Breda, of Take 5, dat is bij mij in de regio. Kist, cultuur. Ja, dat is Tilburg. Dus er zijn best veel intermediairs. Hoe weet je nou welke je dan moet hebben, zeg maar? In die zin een goede vraag. Het is eigenlijk ook niet zo dat ik met deze, of dat we met dit initiatief willen bewerkstelligen dat je al die intermediairs gaat stalken, zal ik maar zeggen, met je aanbod. Want dat wordt nog relatief onhandig. Maar ik zou het eigenlijk bijna andersom willen brengen. Maar daar komen we dadelijk nog wel gedetailleerder op. Wat ik al een beetje door liet schemeren, de meeste intermediairs die zijn, dat is nu zo'n beetje in de finale fase, als we het hebben over schooljaar 21-22. Is de finale fase van de programmering. Dus wat ga ik aan beeldende kunst, aan dans, aan theater, aan muziek voor schooljaar 21-22 programmeren voor mijn scholen. Dat is nu zo'n beetje afgetikt. En als we dadelijk drie kwart jaar verder zijn, dus zeg maar zeggen begin van de winter of zo, misschien soms al iets eerder, maar dan begint dat proces opnieuw voor schooljaar 22-23. Ja, dus in die zin luistert het ook wel nauw, wanneer je met iets komt of aan iets gaat beginnen. Is dat voor nu even voldoende geus? Ja, het was voor mij even in hoeverre dat ik een intermediair moet benaderen als ik heb of andersom gebeurt. Dat was eigenlijk die vraag. Nou ja, dat komt zo meteen alsnog weer aan. Dan kom ik op het einde nog wel even op terug. Prima. Ja, dus, ik laat dus hier even een voorbeeld zien van een In de Wolken heette deze set. Een aantal kunstwerken door een collega van mij in het verleden bij elkaar gezocht rondom dat thema wolken. En de verpakking, de koffer met die vleugels enzovoort, is door een kunstenaar / vormgever ook heel in de geest vormgegeven. Ander voorbeeld zie je hier. Ja, dus wat je er steeds aan ziet, en in die zin is het natuurlijk helemaal in lijn met het voorbeeld wat Jan net ook liet zien. Goede educatie, goed vormgegeven educatie ook, maar ook goede kunst. En ja, dat op de een of andere manier op een aantrekkelijke manier ingepakt, verpakt. En ja, al naar gelang de vorm die je kiest, zal ik maar zeggen, is dat dan weer uit te pakken. Of pak je het zelf uit op de scholen. Nog een voorbeeld. Zeg je? Dit is bijvoorbeeld van mezelf. Stapelding. Ik kijk met dezelfde wetenschap. En dat kon ik doen vanuit mijn rol hier bij Kunstbalie. Bij Kunstlok. Omdat er dus tot vrij recent nog intermediairs bij ons informeerden naar mogelijk te programmeren producten. Nou, dat hebben we tot anderhalf jaar geleden hebben we dat nog kunnen doen. Maar toen we daarmee gestopt waren, was er dus niks meer. En toen heb ik dus op een gegeven moment tegen zo'n intermediair gezegd van ik kan ook wel iets ontwikkelen. En dat heb ik dus ook gedaan. En dat heb ik eigenlijk met om twee redenen gedaan. Eén, omdat ik daar zelf vooral ook een uitdaging in zag. Ik vind dat wel leuk. Maar vooral ook omdat ik, en dan kom ik op waarom we hier nu ook zitten, omdat ik zelf eigenlijk ook wel aan de lijve wilde ervaren of dat nou echt, hoe dat financieel, of dat nou kon, of ik daarmee uit kon, waar ik tegenaan zou lopen. En voor een deel wist ik dat natuurlijk vanwege mijn werk hier bij Kunstlok wel, maar voor een deel ook niet. En voor een deel waren daar misschien ook wat onzekerheden aan. Dus ik ben daar zelf ingesprongen en ik heb letterlijk dus deze tentoonstelling gebouwd, geïnvesteerd daarin. En dat heb ik kunnen doen, omdat dus die vraag van die intermediair, die 8 scholenvertegenwoordiger er was. En van die 8 scholen ging de hele onderbouw, dus dan heb je eigenlijk een dubbele doelgroep zoals we dat noemen, namelijk 1, 2 en 3, 4. Die zouden die tentoonstelling af willen nemen. Nou, dat liep richting de 1000 leerlingen. Nou, gemiddeld zijn de scholen, als we over deze manier van werken praten, zijn de scholen gewoon om ergens tussen de 3 en de 5 euro, dan zeg ik het heel ruim, hè, tussen de 3 en de 5 euro per leerling
uit te geven. Dus op het moment dat je een soort principeafspraak hebt met die intermediair, net als ik in dit geval had, dan heb je dus een budget van zeg maar 800, 900 leerlingen, ik weet het precieze aantal kan ik opzoeken, keer ja, 3,5 euro ben ik van vertrokken. Dus nou ja, denk van, nou, daar kan ik in ieder geval in investeren, dat ga ik dan terugverdienen, weliswaar pas over een jaar. Maar goed, als je dat geld hebt liggen of je kan het ergens vandaan halen, dan kan je dat doen. En in mijn geval kon ik dat. En vervolgens is dat dus daadwerkelijk. Die afspraken maakte ik in 2019. Januari 2020 is Stapelding live gegaan. En ja, sindsdien is het eigenlijk gewoon continu in bedrijf geweest. Dus ik heb na Drimmelen, wat dus wel een beetje een vreemd einde had vanwege corona. Maar het product zelf was corona-proof. Dus in het najaar heeft het gefunctioneerd in Oosterhout. Nu loopt het in Gemert, Bakel en Boekel. En ik heb al afspraken staan voor volgend jaar voor Waalwijk. En er komt misschien nog iets tussen zelfs. Dus in die zin blijkt het wel te werken. En ja, ik heb inmiddels ook ja, uit andere hoeken wel vernomen dat er meer intermediairs nog steeds op zoek zijn naar. Nou, belangrijk om dit goed te kunnen doen, is dat je zorgt dat je goede educatie hebt. Jan die noemde dat net ook. Ik heb dan het voordeel dat ik die bagage heb vanuit mijn opleiding en vanuit mijn werk hier bij Kunstlok natuurlijk ook. Dus ook daar geldt weer voor, het moet aansluiten bij de leeftijdsgroep. Op de een of andere manier moet het aantrekkelijk zijn. Wat ik ook een belangrijke voorwaarde vind wel, is in tegenstelling tot direct benaderbare kunst, zijn er vrijwel alle uithoeken van Noord-Brabant zijn er wel kunstenaars in de klas op te trommelen. De meeste die zijn ook al wel in beeld bij scholen of doen wel vaak dingen op scholen. En het laatste wat ik zou willen is dat je zelf iets gaat doen wat concurrerend is met die lokale kunstenaars. Sterker nog, ik zoek in mijn tentoonstelling in dit geval ook, moet je het op de een of andere manier mogelijk maken, en dat is niet heel ingewikkeld, mogelijk maken dat lokale mensen daar nog actieve workshops bij kunnen geven. Net als dat men actieve danslessen koppelt aan een voorstelling van de stilte. Of dat er nog activiteiten zijn met de fanfare of met muziekdocenten op het moment dat ze een voorstelling van de Philharmonie hebben gehad. Nou, dat geldt voor die beeldende kunst wat mij betreft ook. Dus als scholen dat willen, als intermediair daar een breder pakket van maakt, waarbij dus naast een voorstelling die langs de scholen roleert, dat er dus ook nog een schema gemaakt wordt waarbij dus gekoppeld daaraan docenten lessen komen geven. Nou, dan hebben we helemaal een ideaal plaatje, zeker als dat natuurlijk helemaal ingebed is in wat de school verder wil. Uiteraard kan alles gedetailleerder gaan vertellen, maar dan moet je misschien wel een keer een persoonlijke afspraak maken op het moment dat je dat preciezer moet of wil weten. Maar de financieringsconstructie is eigenlijk, wat ik net al noemde, die prijs per leerling. En dan rekenen we even op een terugverdienperiode, van 4 jaar. En dan moet je rekening houden met eenmalige, het kan dus langer, maar in principe 4 jaar. Ook qua beeld. Het is niet zo van, nou, dit ga ik nou even voor één keer voor een paar scholen doen en dan ga ik weer wat anders doen. Dat zou ik kapitaalvernietiging vinden. Dus dat je dat in je beeldvorming meeneemt. Dus nou, in die financiering moet je dan meenemen die eenmalige kosten. Dus dat is om te komen tot het uiteindelijke product, het ding. Daar heb je uren voor nodig. Zowel het maken als het ontwikkelen eventueel. De educatie, maak je die zelf, kun je dat zelf? Of ga je daarin samenwerken met een educator? Of een combinatie van beide. Inkoop van educatief materiaal eventueel. In mijn geval was er bijvoorbeeld een stoelenstapelspel. Dat bleek op de markt te zijn en dat paste naadloos in de plannen die ik had. Dus nou ja, toen heb ik dat ook maar gelijk gewoon in 6 fout ingekocht. Maar goed, dat is dan bijvoorbeeld 6 keer die spellen, is €175. Dus dat soort dingen, ja, daar loop je dan tegenaan. Nou, materiaalkosten, nou, in mijn geval, hè, of in Jans geval, die kubussen, nou, die moet je laten maken, die foto's moet je laten afdrukken. In mijn geval die panelen, geleiderrails erbij, dat soort dingen. Nou, dan heb je de input van je eigen kunstwerken. Nou, daar kun je een beetje mee spelen. Dat heb ik tenminste gedaan. Nou, dan het transport. Nou, in mijn geval wil ik dan ook nog wel even zeggen. Er zijn een aantal manieren waarop je dingen kan regelen. Bij Kunstbalie en BISC vroeger. En het laatste staartje bij Kunstlok dan nog.
ging het eigenlijk altijd zo dat we het product naar de eerste school brachten. En de transitie van school A naar school B en van B naar C en D naar enzovoort, dat deden de scholen dan zelf. En aan het eind, bij school Z, haalden wij het dan weer op. Dat is een manier waarop je het kan doen. Dat betekent wel dat je het moet verpakken op een dusdanige manier dat je erop vanuit kan gaan dat anderen, en dat kon je net aan de afbeelding ook wel een beetje zien, dat anderen, zonder dat ze daar al te zorgvuldig, hè, dus met die stoffen handschoentjes zoals je dat in musea wel eens ziet, hè, dat anderen daar gewoon mee om kunnen gaan op een vrij normale manier. Ze plempen dat achter in een auto en ze laaien het ergens anders weer uit en dat moet dan allemaal weer uit die kisten komen zonder dat het al te veel geleden heeft. Eigenlijk niks. dus dat kan. Maar je kan het ook, en daar heb ik voor gekozen, dat is wat arbeidsintensiever. Maar daarmee ontzorg je de scholen wel heel erg, wat ze wel weer heel prettig vinden. Dat is dat je het naar elke school brengt. Dus ik verplaats mijn tentoonstelling elke keer van de ene naar de andere school. Nou, die uren en de tijd die daarmee gemoeid is, die heb ik ook wel in het kostenplaatje uiteindelijk meegenomen. Dus nou ja, uiteindelijk blijk ik tot er nog toe in ieder geval nog netto goed genoeg mee uit te springen. Dus het kan. Maar dit is natuurlijk wel een grotere aanslag. Want dat is nu ben ik tussen januari en juli ben ik zo'n 17, 18 keer rij ik dan de afstand in mijn geval Tilburg naar Gemert en omstreken. Dus ja, daar moet je dan wel ook rekening mee houden. En dan moet je natuurlijk een vervoermiddel hebben enzovoort. Waar dan. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die moet je dan in je concept meenemen. Wat een andere mogelijkheid is dat je, en dat kan alleen maar in overleg met zo'n intermediair, is dat je iets maakt wat op een min of meer centrale plek in een dorp of dorpunt komt te staan. Dus noem eens wat die drie regio's, Eersel, Bladel, Bergijk. Die hebben allemaal, sommige zijn nog meerdere kernen, maar je zou dan in overleg met zo'n intermediair, zou je binnen zo'n gebied, in plaats van dat je alle 27 scholen doet, zou er een constructie denkbaar zijn dat je bijvoorbeeld op 4 of 5 locaties iets gaat doen. In een gemeenschapshuis of een bejaardenhuis of in een leegstaande kerk of in een overtollig klaslokaal. Nou, er zijn allerlei dingen denkbaar. Maar daar moet je nooit op voorhand blind van uitgaan. Maar je moet wel in je concept, in je denken, moet je dat meenemen. Nou, een combinatie van bovenstaande is natuurlijk ook mogelijk. En zoals ik het vooralsnog zie, is de verantwoordelijkheid voor jou als kunstenaar dat transport, dat op de een of andere manier komt waar het wezen moet, op de manier waarop je het wil. Nou, even samenvattend, het eisenpakket, een goed en geschikt werk, en op 2 ook goed en geschikt werk, en op 3 ook goed en geschikt werk. Nou, dat gaan we nog alleen voor de na-podium plaatsen. En dat is educatie. Is al voorbij gekomen. Goed, origineel, aansluitend, vernieuwend, zou er nog bij kunnen staan. Het meerjarenperspectief heb ik ook al genoemd. Transport, verantwoordelijkheid, dus je moet wel beseffen waar je aan begint. Evalueren, heb ik nog niet echt genoemd, maar dat is wel een ding. Hè, wat je denk ik ook als je jezelf serieus neemt, mee moet nemen. Dat je op de een of andere manier, hetzij via de intermediair, hetzij rechtstreeks. En ik merk zelf bijvoorbeeld doordat ik dat elke keer op de school opbouw en weer afbreek, dat je letterlijk vaak de mensen die met het materiaal gewerkt hebben, spreekt. En dat is veel waardevoller dan een standaard A4'tje waar ze gewoon dingen aankruisen. Niet dat dat niet waardevol is, maar veel waardevoller, zeg ik al. Omdat je dan merkt hoe het echt geland is. En dan zie je ook of men het echt meent, zal ik maar zeggen. Of dat het een soort ABC'tje is, of hoe noem je dat. Nou, verpakking. De foto's hebben je al voorbij zien komen. Al naar gelang de vorm die je kiest, maar ik denk in alle gevallen dat je moet zorgen dat het degelijk is. Stoot, slijt vast. Handomdraai, daarmee wil ik zeggen. Ik noemde net mijn eigen voorbeeld. Als je dat 17 keer, dus 17 keer moet afbreken, tezelfde tijd 17 keer moet opbouwen, moet je zorgen dat je degelijke materialen hebt. Maar als je dan 17 keer 15 schroefjes aan moet draaien, en je kunt een andere manier erop denken, waardoor dat geen kwartier kost, maar 5 minuten, dan levert dat in de long run behoorlijke tijdwinst op. Dus dat bedoel ik met een handomdraai. Maak dingen die vervangbaar zijn. Dus dingen kunnen dan slijten. En ja, zorg dat je eventueel ook ter plekke dingen kan repareren, zodat nodig mocht zijn. Nou, afspraken en planning. Dat loopt grofweg altijd via een intermediair.
En hoe loopt dat? Nou, ik noemde net al dat schema, zal ik maar zeggen, waarbij komend najaar de planning gemaakt gaat worden voor schooljaar, moet ik het goed zeggen, 2022-23 en zo steeds verder. En wat ik er nog niet bij verteld heb, wat ik denk toch wel handig is om te vermelden. Heel veel scholen zijn door de jarenlange ervaring van het samenwerken met BISC, Kunstbalie, Kunstlok, eigenlijk gewoon aan het werken met een kunstmenu. En een kunstmenu waarbij over 8 jaar, zal ik maar zeggen, bepaalde disciplines steeds op bepaalde momenten bij bepaalde leeftijdsgroepen terugkomen. Veel gedetailleerder wil ik dat nu niet gaan zeggen, maar dat kan ik. Dat wil ik dan later in detail wel uiteenzetten. Maar dat is wel, zal ik maar zeggen, waarom ik zeg van die planning, die moet je eigenlijk via zo'n intermediair laten lopen. Nou, en omdat de wereld, zal ik maar zeggen, de wereld in Brabant er nog niet helemaal op ingericht is. In het verleden hadden we dat kunstmenu zoals wij dat maakten. Nu hebben we het Brabantmenu. En er zijn bewegingen dat er weer een soort centraal punt komt waar scholen zich toe kunnen, intermediairs moet ik zeggen, en trouwens ook scholen, maar intermediairs zich toe kunnen wenden als het gaat om vragen rondom trend programmering. Maar zover zijn we nog niet. En tot die tijd zijn wij als Kunstbalie, Kunstlok, Freudiaanse verspreking, zijn wij als Kunstlok eigenlijk, ja, toch samen met het Brabantmenu, moet ik hier in dit verband ook noemen, zijn wij degene die dit soort vragen, dit soort verzoeken bij intermediairs ophalen en ze via een andere kant kunnen doorspelen naar makers. En daarover komt zo meteen een korte presentatie. Dus dan wordt het nog wat concreter. Ik kwam nou bij mijn laatste dia vragen en ik zag dat Eus een vraag had, dus brand los. Over die eerste 3 voorwaarden, bepaalt de intermediair of het goed werk is? Vooralsnog gaan we dan, ja, in principe is het natuurlijk straks zo dat kunstlok er helemaal uit is, hebben wij daar helemaal niks meer van te vinden. Maar tot die tijd, en daar kom ik dan zo meteen in het laatste stukje van het verhaal wel op terug, gaan we dat eigenlijk een aantal mensen van Kunstlok hier gaan we dan naar kijken, samen met de intermediair. En ja, in die zin is het ook. Laat ik daar dadelijk meer over vertellen. Dat zou een beetje vooruitlopen zijn op de troepen. Is dat voldoende, Geus? Ja, als ik een aanbod heb, dan leg ik dat weg bij de intermediair. Dus. Ja. En is er per regio een intermediair? Ja, dat is wat ik net zeg. Dus eigenlijk, is daar een lijst van? Ja, nou, staat die nog op? Dan kijk ik even naar mijn chat. Oh, die staat nu in de chat. Dus we hebben, als je dit soort dingen, als je die niet kan vinden, dat geldt dan ook voor de rest meteen, en niet alleen voor Eus. Als je dit soort dingen vermoedt dat die er zijn, maar je kan het niet vinden of je weet niet hoe of wat, schroom niet om daar gewoon ook ons bij Kunstlok voor te bevragen. We hebben een website waar het in principe allemaal op wordt staan, zeg ik eerlijk bij, dat ik het ook niet altijd kan vinden. Maar dan is er wel weer een collega die het wel kan vinden. Maar dat, ik bedoel, die kennis en die contacten, die zijn er bij ons. En daar doen wij niet geheimzinnig over. Nee. Oké, dankjewel. Herman, een vraag. Voorheen heette het cultuurcoördinator op de basisscholen, als ik het zo goed zeg. En daar was door KIST, ja, was er regelmatig een soort cultuuraanbod. Dus dat cultuurcoördinators kwamen kijken naar een soort markt van makers met wat ze te bieden hebben. En die beslissen dan van wat ze afnamen. Zo'n cultuurmarkt, vrijmarkt, is er niet meer? Of wordt dat nog wel geïnitieerd? Nou, je haalt, maar dat is jou niet euvel te duiden, je haalt denk ik 2 dingen door elkaar. De personen waar ik het steeds over had, dat zijn de intermediairs. Die werken niet specifiek voor 1 school, maar over het algemeen voor de scholen in hun gemeente / werkgebied. Meestal overlapt dat, niet altijd helemaal. En wat jij bedoelt is een interne cultuurcoördinator. En dat is een leerkracht op een school die geheel of gedeeltelijk, nou meestal gedeeltelijk, bezoldigd zich met de culturele agenda van de school bezighoudt. En daarmee ook met de programmering. Die ICC'er werkt
nauw samen met de intermediair. Dus zo'n intermediair, die hebben bijvoorbeeld zo meteen, meestal aan het eind van het schooljaar, hebben ze dus een soort afsluitende vergadering. Maar dan wordt er meteen ook weer vooruitgekeken naar dan worden de planningen vaak al gemaakt voor voorstellingen en tentoonstellingen voor het nieuwe schooljaar. En daarnaast zorgt zo'n ICC er ook als het moeilijkere dingen zijn of ingewikkeldere dingen, zou ik maar zeggen, dat die op de een of andere manier doorgespeeld worden aan een intermediair. Hè, zodat die mee kan zoeken naar het juiste antwoord. In het verleden hebben intermediairs, en dat is eigenlijk grofweg zo'n beetje uit de begintijd van de opkomst van het fenomeen intermediair. Veel intermediairs hebben cultuurmarkten georganiseerd. Dat is waar jij ook op doelt. En daar kwamen dan de ICC'ers van de scholen. En die kwamen eigenlijk dan shoppen, zal ik maar even zeggen, kennis maken, shoppen, kijken. Maar waar ik het nou over heb, dat is eigenlijk een stap daarboven, zou ik maar zeggen. Omdat dit... dat wil ik al wel vast wegnemen. Je moet eigenlijk niet, of dat zou ik iedereen willen ontraden, om al iets te gaan maken zonder dat je er afzet voor hebt. Maar daar kom ik zo meteen... Ja, het is dus heel belangrijk dus als maker om contact te hebben met de intermediairs in de omgeving. Want die weten wat de behoeftes zijn. Ja, en dit is natuurlijk, want dat is wel hun rol. Zij staan aan de ene kant met hun voeten in de culturele wereld. Halen daar dingen op. Kennen de culturele wereld. Dat is natuurlijk in een klein dorp is dat iets makkelijker dan in Breda of Tilburg, kan ik me zo voorstellen. Want dat is allemaal wat groter. Maar goed, dan zijn de intermediairs soms ook met z'n tweeën. Dus dat scheelt dan ook weer. Maar die halen dus aan de ene kant daarop. Die proberen hun voelsprieten uit te hebben. En ik snap ook wel, dat leidt soms ook wel tot een soort, ik heb nu even geen beter woord, een soort tunnelvisie in de zin van dat je een soort groepje krijgt rondom die intermediair waar die waarschijnlijk altijd zaken mee lijkt te doen. Weet je, dat soort mechanismen, daar hebben we het over mensen hier. Maar in beginsel is dit natuurlijk een open wereld, zou ik maar zeggen, waarbij via die intermediair er zit toch een soort gekke. Enerzijds zeg je moet nog niks ontwikkelen. Ja. Want natuurlijk moet je inderdaad eerst al die scholen hebben waarvoor je iets gaat ontwikkelen. Maar anderzijds moet je binnenkomen bij een intermediair die het interessant vindt om met jou te gaan samenwerken. Daar zit nog wel iets. In, lijkt mij. Nou ja, terecht. Het is in die zin mooi dat je dat zegt. En dat is eigenlijk ook waar wij, mag ik dat zeggen, door schade en schande een beetje tegenaan gelopen zijn. We hebben natuurlijk, we hebben al een aantal keren genoemd, dat kunstmenu wat wij in het verleden maakten. Waarbij we goed contact hadden met al die samenwerkende scholen. Op een gegeven moment is het idee eigenlijk geweest van, die dienstverlening en die manier van werken, dat dragen we gewoon over. En dat kan prima zonder interventie van Kunstlok zelf. We gaan dan kijken of we partijen in het veld zover kunnen krijgen dat die dat ook gaan oppakken. Nou, daar zijn letterlijk in een flink wat gesprekken over gevoerd. En dat heeft aan de kant van de podiumkunsten geleid tot het Brabantmenu. Nou ja, daar werken inmiddels 5 partijen in samen. De Philharmonie Zuid-Nederland, de Stilte, Artemis, Schippers en Van Gucht en nu House of Nose als laatste. En dat marcheert best wel. Die bereiken tegenwoordig al zo'n 30.000, 35.000 leerlingen. Wat nog steeds een fractie is van wat wij ooit met het oude kunstmenu bereikten. Want dan ging het in hoogtijdagen over 150.000 leerlingen. Dus dat is nog steeds flink wat. Waarvan de helft podium en de helft tentoonstellingskunst. Kunstlok heeft vervolgens geprobeerd datzelfde dus met musea en presentatieinstellingen voor elkaar te krijgen. En er zijn wat incidentele activiteiten geweest. Maar tot een structurele samenwerking zoals het Brabantmenu heeft dat niet geleid. Nou, vervolgens lijkt dat allemaal een beetje dood te bloeden. En toen begon mijn hart ook een beetje te bloeden. Als beeldend kunstenaar, want dat ben ik dus ook nog. En uiteindelijk is er bijvoorbeeld dat boekje Mijn Beste Idee Komt Nog. Is eigenlijk ook een soort poging om dit in gang te brengen. Maar waar het eigenlijk misgaat is juist... Hoe komt dat bij elkaar? Hoe komen die werelden bij elkaar? Wij brachten die werelden bij elkaar. En ik heb het wel eens zo vergeleken. Een danser.
die programmeerden wij als kunstlok. Maar die danser moest nog steeds zelf die dans gaan doen. Dus die kwam toch op die scholen. Maar bij de beeldende kunst kochten wij of huurden wij kunst in. Daar werd een mooi product omheen gemaakt. Dat ging naar de scholen toe, maar daar zorgden wij allemaal voor. En die kunstenaar die had alleen zijn geld voor zijn kunstwerk, maar die zag wat ermee gebeurde. Dat zag hij verder niet. Die lijntjes met die scholen, die zijn er nooit gekomen. En dus het is een beetje plat misschien, maar ergens is het daar misgegaan, zeg maar. En wat ik nu eigenlijk via deze route probeer, en dat is enerzijds omdat er dus daadwerkelijk intermediairs zijn die nog steeds op zoek zijn. En dus een beetje bot vangen, omdat ze dus eigenlijk niet die kunst kunnen krijgen. Want het gaat dus niet om kunstenaar in de klas, het gaat echt om de kunst zelf. En hoe die kunst daar komt, hè, dus dat moet met goede educatie en dat soort dingen. Wat mij betreft, en dan kunnen we daarna nog eventueel wat een vraag rondje doen, ga ik even naar het laatste stukje presentatie. En dat is eigenlijk niet veel meer dan gewoon een opdracht. Of een mogelijkheid tot. wat Marika net via haar vraag terecht aanhaalt, is dat gaat ergens iets mis. En dat, waar zit hem dat in? Ik denk dat hem dat ook zit in de grotere blik. Een intermediair heeft, hè, we hebben het net gezien, dus een hele lappendeken van al die, met dat kleurige kaartje wat ik net heb gezien, een hele lappendeken van Brabant, met elk dorpje of elke gemeente zijn eigen intermediair. Die intermediairs die werken regionaal wel samen. Wij hebben ze van tijd tot tijd ook hier over de vloer, pre-corona heb ik het dan even over, voor overleggen provinciaal. Maar ze hebben voornamelijk een lokale focus. He, ze werken natuurlijk wel met Brabant nu samen als het gaat om voorstellingen. Maar een intermediair gaat niet zo snel iets ontwikkelen wat een serieuze investering vergt. Wat hij dan voor 1 jaar doet. Dat vergt een wat bredere blik. Samenwerking tussen meerdere partijen. Nou, die rol die proberen wij dan nu maar even te pakken totdat dat op de een of andere manier land bij een partij die dat logisch misschien ook kan gaan doen. Dat zou het Brabant nu kunnen gaan worden. Dat kan ook een soort nieuw gremium worden wat misschien de intermediairs samen op gaan pakken. Maar ja, tot die tijd denk ik aan het dat het dan maar gewoon even via ons gaat lopen. Omdat wij uiteindelijk die kennis nog steeds in huis hebben. We hebben enerzijds, die kennis, maar anderzijds ook de contacten. Zowel richting de kunstenwereld, daar zijn jullie nu een illustratie van. Maar ook richting die intermediairs dus. Dus als je denkt, ik ben hier wel door getriggerd. Ik heb nog een heleboel vragen. Prima, geen probleem. Vragen zijn er om te beantwoorden. Als je zin hebt om te beginnen, dat kan. Ik heb voor schooljaar 21-22, dus dat is komend schooljaar, heb ik een concrete opdracht. 2 opdrachten eigenlijk. Eentje gaat om 8 scholen. Ik heb 500 kinderen en het gaat om de discipline fotofilm voor de groepen 5-6. Nee, 500 in totaal. Dus 500 leerlingen, grosso modo. Dus dat is ongeveer een kwart van de populatie daar. Dus dat is het eerste deel. Nou, dan heb ik voor een andere regio, 7 scholen, groep 3-4, voor de discipline beeldend. Een opdracht. Concreet. Er zijn dus al contacten met die intermediair. Er zit financieel ook een voordeeltje aan in dit geval. Hè. Ik vertelde hem toen ik het over mijn eigen tentoonstelling had al dat ik die investering in eerste instantie zelf heb gedaan. Nou, in dit geval ziet het er wat gunstiger uit. En dat er waarschijnlijk vanuit die intermediairs, dat is een uitzondering en dat heeft met corona te maken, dat er vanuit die intermediair ook middelen zijn. Daar zitten ook bepaalde voorwaarden aan. Die zijn niet inhoudelijk. Maar die hebben puur met afname te maken. Maar ja, dat is dan of je krijgt het geld al van tevoren. Of je krijgt het geld aan het eind zoals ik dat in mijn geval had. Maar in beide gevallen komt het geld er. Dus dat ter geruststelling. In beide gevallen is mijn voorstel om voor degenen die hierdoor getriggerd zijn. En die denken, ik zie er wel kansen in, ik heb enzovoort. Om uiterlijk 30 mei 24 uur, en ik moet ergens een deadline zetten, te komen met een soort van concept. En ga daar alsjeblieft niet heel gedetailleerd al. Als je er vragen over hebt, ook in de aanloop naar het indienen van je plan of je concept,
Schroom niet om mij of collega Fanny of desnoods Olivier als het nodig is, daarover te bevragen. Daar zijn wij ook voor. Dat kan namelijk voorkomen dat je iets indient waarvan je denkt, oh, had ik dat enzovoort. Dus dat je achteraf spijt hebt van dingen enzovoort. Dus wat we eigenlijk willen, ik had niet dat lijstje straks zien van, met al die punten. Nou, punt 1 tot en met 3, het gaat om de kunst. Reproducties van Rembrandt op het digibord of zo. Daar gaat het niet over. We willen gewoon echt fysieke kunstconfrontatie. En dat kan dus op allerlei manieren. In het ene geval gaat het dus om een product fotofilm. In het andere geval voor groep 3-4 om een beeldend product. En als je zelf als educatief ontwerper of museumdocent of whatever, dan kan je natuurlijk samenwerking zoeken met kunstenaar of kunstenaars die jou triggeren, waarvan je denkt dat past goed bij die doelgroep. En kom daar dan mee. En dan is het uiteindelijk natuurlijk zaak dat je daar ook, en daar willen we natuurlijk ook best naar mee kijken als je daar anders niet uitkomt, maar dat je daar ook financieel uitkomt. Het is niet zo dat als je met z'n tweeën een product gaat maken, dat er dan ook twee keer zoveel geld van de scholen komt. Zo werkt het niet. Er is gewoon een bedrag van zeg even 3,5 of 4 euro per leerling. Dus als je zeg maar over 500 leerlingen hebt, keer 4 euro, dan is dat zo'n 2000 euro. Dat is het dan gewoon. En op het moment dat een deel van het werk, dat je daar een andere voor in doet, dan moet die daar natuurlijk naar rate voor betaald worden. Als het product er eenmaal is, en dat illustreert mijn tentoonstelling, dat illustreert het verhaal van Breda Photo on Tour ook, dan landt dat ook binnen het grotere gremium van al die intermediairs. En dus dan zien ze op een gegeven moment in Waalwijk van, hé, dat hebben we in Drimmelen gehad. Wij zoeken volgend jaar beeldende kunst voor groep 3-4. Ik zal eens even gaan bellen met Drimmelen. Hoe is dat productje bevallen? Nou, dan wordt daarover gepraat. Nou, enthousiast. Oh, dan gaan wij eens kijken of we dat kunnen programmeren. Nou, en nu is dat allemaal nog een beetje rommelig. Maar ik ga me er sterk voor maken dat er uiteindelijk ook een soort centraal orgaan komt. Zoals dat in het verleden was. Maar dat is dan minder voor jullie zorg. Dat is meer ter geruststelling. Zodat je uiteindelijk ook, zonder dat je al die 40, 45 intermediairs individueel af hoeft te gaan. Maar dat er ergens een soort centraal punt komt waar die intermediair zich toe kan wenden. En waar jij je als aanbieder toe kan wenden. Zodat je niet, zal ik maar zeggen, met een mapje onder de arm heel Brabant door hoeft enzovoort. Dus dat. Ja, dus Olivier zet hier nog even een opmerking naar mij toe. Hè. Dus ik heb natuurlijk niet voor niks die termijn van 4 jaar genoemd. Hè, dus in beginsel. En als je zegt, deze opdracht en met die afname voor dat schooljaar 21-22 is er sowieso. Nou is dit daar zelfs nog een iets zekerder afname ook voor daarna in. Want het zijn twee regio's die onderling samenwerken. Dus op de een of andere manier gaat het product wat het in het ene jaar, hè, dus 21-22 in beeldend voor de ene regio is gebruikt, gaat dan 1 of 2 jaar later in die andere regio gebruikt worden. En dan komt dan nog eens een keer die middelen komen dan beschikbaar. Dus dat betekent dat je dus, zeg maar zeggen, over meerdere jaren een verdienmodel moet gaan bedenken. Dus op het moment dat je na 1 jaar, zeg maar 2000 euro, en je investeert 1750 euro, nou dan heb je, zou je zeggen, 250 euro, je hebt daar al dat werk voor gedaan. Het jaar daarna, als het product ingezet wordt, heb je 100% opbrengst bij wijze van spreken, want dan hoef je niet meer die investering te doen. Ik sla het even heel erg plat, hè. Ik kan dat meer in detail kan ik je daarin meenemen en kan ik ook eventueel laten zien hoe ik dat zelf heb gedaan. Maar dat gaat voor me te ver om dat nu, zal ik maar zeggen, hier over het beeldscherm te doen. Dus als straks die deadline verstreken is, ja, dat zijn twee producten. Dat kan best zijn dat er dan misschien mensen ogenschijnlijk teleurgesteld zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daar niet misschien in een latere fase of op een andere manier alsnog een podium voor gevonden kan worden. Eén of misschien 2 jaar later, dat hangt er vanaf. Dat hangt ook af van de vorm van je idee. Dus het is niet zo dat het nu afgeschoten is. Om het maar even zo in Nederduits te zeggen. En wat ook belangrijk is, de personen die uiteindelijk mee opteren naar die opdracht. En die dus uiteindelijk dan nu voor dit traject uitrollen. Die gaan we, en dat geldt trouwens ook voor anderen eventueel daarna nog, die ruimte heb ik nog wel. We begeleiden je bij de uitwerking op al die genoemde punten. Al naar gelang waar je zelf natuurlijk ook op misgrijpt.
We brengen je in contact met die intermediairs. Maar daar staat ook wel een klein dingetje tegenover. Dat je bereid bent mee te werken aan het documenteren van het traject. We zijn voornemens om dit traject, dus zeg maar zeggen, begin daarvan. Dat is ook een reden waarom dit nu opgenomen wordt. Dat er straks een soort filmachtig document komt. Wat illustreert wat we eigenlijk doen en gedaan hebben. En zodat over een jaar dat je dit bij wijze van spreken ook aan alumni van een opleiding kan laten zien. Of in een kunstenaarsvereniging. Dus van oké, zo werkt dat dus. Dus dat. En uiteraard van tijd tot tijd, en daar heb je zelf ook de vrije hand in, communiceren we over wat je gaat doen en waar je mee bezig bent. En dat kan zowel richting die afnemende scholen zijn, richting die intermediair, maar misschien ook gewoon via de kanalen van Kunstlok. Daar heb ik nog niet helemaal allemaal precies in kaart, maar dat heb ik zo in zijn algemeenheid er maar even bij gezet. Dat in ieder geval niet als een verrassing komt. Nou, dat was de laatste dia die ik in petto had. En als er nog vragen zijn, ga je gang. Ik vraag me toch af waarom jullie niet kiezen voor de kunstenaar zelf in de klas. Is er echt een hele duidelijke reden voor? Ja, nee, maar het lijkt nu alsof althans zoals je de vraag ook stelt, lijkt het zo overgekomen te zijn alsof we dat niet zien zitten of dat we dan ontmoedigen. Maar zoals ik eerder in de presentatie ook al zei, het is een plus. Of het is eigenlijk een voorwaarde, net als dat een school naar een dansvoorstelling gaat, dat iets anders is dan dat er een danser van het lokale centrum, en daar bedoel ik niks denigrerends mee, laat dat duidelijk zijn, dat een danser of danseres van het lokale centrum een les in de klas komt geven. Mm-hmm. Dat zie ik als een plus op die voorstelling. Hetzij in de aanloop naar het bezoeken van de voorstelling, hetzij als verwerking. Achteraf of beide. Nou, zo zie ik dat met die kunstenaar in de klas in relatie tot de kunst in de klas. Vandaar dat er ook staat je kunst in de school. Het gaat niet om jezelf in de school. Uh-huh. Het gaat om de kunst in de school. En dat is ook echt waar scholen naar op zoek zijn. Ja. Dus die concrete vragen voor die programmering. Dat beeldend product voor groep 3-4 bijvoorbeeld. Men vraagt niet om een kunstenaar in de klas, want die hebben ze daar al. En dan wil ik niet zeggen van, nou goed, dan hebben ze jou niet meer nodig. Dat kan maar, hè. Maar dat, in die zin, daar ga ik me niet in mengen. Dat marcheert best goed. En dat loopt via de intermediairs. En dan kan je, als je denkt, ik woon in, weet ik wat, in Wagenberg. Nou, dan wend ik me tot de intermediair in de gemeente Drimmelen. En dan laat je weten dat jij een, weet ik wat, een goede docent bent. En dan maak je eens een praatje een keer. En nou ja, dan rol je misschien zo ook in. Maar daar zoeken we nadrukkelijk niet naar. Nee, snap ik. Het moet wel maar, te kiezen zijn. Dat ja, wel. Ja, maar de vraag komt omdat ik namelijk zelf lessen geef op school als kunstenaar in de klas. Snap ik. En ik vond dit nou juist wel weer een mooi initiatief. Zo van, nou, breng je kunst in de klas. Ja, dat is natuurlijk. Snap je? Ja, ik snap hem, ja. Dat is, vind ik, een heel mooi initiatief, want dan laat je je eigen werk zien. Maar ik snap, ik weet niet of ik dat nu goed proef, maar je bent misschien op zoek naar hele goede, al bekende kunstenaars, of mag ik dat zo? Nou, nee, goed, we willen allemaal natuurlijk, als we Mark Mulders of noem maar iets, de hotshot worden. Nee, ja, dat is natuurlijk ook niet realistisch. Dat kan verzekeringstechnisch ook niet. Maar dat is nu net ook wat wij in al die jaren hier bij BISC Kunstbalie Kunstlok hebben gezien. Is dat je uitstekend kunt werken met upcoming mensen. Het moet op de een of andere manier onderscheidend werk zijn. Onderscheidend in de richting van de doelgroep waar je naartoe gaat. Zeg maar. Dus of dat 7-8 is of 1-2, dat maakt wel verschil. Soms ook weer niet, maar ja, in de praktijk. In die zin is het heel erg jammer, zeg ik er nog even bij, dat we deze bijeenkomst niet fysiek hebben kunnen doen. Want het staat hier bij Kunstlok vol met overblijfselen uit die tijd. Mm-hmm. Al die kunstwerken die ooit aangekocht zijn en die nu dus zeg maar hier ter decorum, waar niks mis meer is overigens, staan. Dus dan had je daar ook in die zin wat meer van kunnen proeven. Maar daar is het nu helaas niet. Nee.
Oké, ja, je bent echt gewoon meer op zoek naar materiaal en waarmee de docenten zelf aan de slag kunnen. Nou ja, mijn collega Olivier die is af en toe souffleur hier. En maar dat schoot ook net wel een beetje door mijn hoofd toen jij zo aan het vertellen was. Hè, omdat je zelf vanuit het zelf doen. Maar je kunt natuurlijk wel een concept gaan bedenken waarbij je misschien samen gaat werken met werken enzovoort. Dus in die zin wil ik, en dat is nou het mooie van de kunst ook, het is niet één vaste formule, één vastomlijnd idee. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een aantal parameters, die zijn nogal verschillend. Ik heb een heleboel dingen al op een rijtje gezet. Wat ik zelf wel belangrijk vind, want dan zeg ik ook even de schaduwkant bijvoorbeeld van, die set zoals we die in het verleden bij BIS Kunstbaar, die kunstlok hadden. Nou, dat was allemaal hufterproof verpakt en dat zat in kisten en dozen. En dat werd dan door school A werd dat bij school B afgeleverd. En het kwam helaas ook wel eens een keer voor dat men het gewoon straal vergeten was. Mm-hmm. En dus dan stond het daar in de hoek bij de conciërge. Oeh. Nou ja, dat is een van de overwegingen van mij geweest om in mijn geval, en dat zie ik bij die kolommen van Jan, zie ik dat eigenlijk ook terug bij Breda Foto. Dat is gewoon aanwezig. He, dus, en dat vind ik ook wel het mooie. Dan gebeurt er ook echt iets op die school. Als je naar een museum gaat, gebeurt er ook iets. Als je naar Breda Foto gaat, gebeurt er ook iets. Als je naar een voorstelling gaat, gebeurt er ook iets. Maar als dat om allerlei redenen niet kan, en je moet het dan. Het klinkt als een plan B en dat is het eigenlijk niet. En ook weer wel. Hè, dus, maar in dat grijze gebied opereren we. Als jij in de periferie van Brabant, en je moet al anderhalf uur reizen om überhaupt in een beeldend kunstmuseum te komen, dan wordt is dat geen serieuze optie. Dus dan moet je het dichterbij gaan regelen. Nou, maar dan wil je, als je het dan hebt over kansengelijkheid, dan zullen we die term er nog maar bij halen die de laatste tijd nogal opgeld doet. Als je het hebt over kansengelijkheid, wil je ook die kinderen gewoon in kwalitatieve confrontatie met goede kunst bieden. En dat hoeft niet per se wereldberoemde kunst te zijn. Want dat kun je toch niet bewezen. Dat is wel goede kunst. Nou, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en als je nou denkt van god, maak vooral mail of bel me of zo. Dan spreken we een keer hier op kantoor af. In een kleinere setting mag dat tegenwoordig, maar dan kan ik gewoon letterlijk ook dingen laten zien en dan maakt het misschien nog wat concreter. Hè? Zeker ook als je nog twijfelt, maar je bent toch getriggerd door die mogelijke opdracht. Nou ja, schroom niet, want daar ben ik, daar zijn we voor. Oké. Okay. Ja, nog even over dat educatieve materiaal. Dat is een keiharde voorwaarde? Of? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, dan geldt niet van een kunstenaar moet juist de regels niet volgen. Ja, maar dat zou je dan ook in een educatieve vorm moeten gieten. Ja. Op de een of andere. Om twee redenen. Eén, of eigenlijk de belangrijkste reden is sowieso dat het op de een of andere manier het werk ontsloten moet worden. En dat moet ook ontsluitbaar zijn. Dus de leerkracht of de school heeft de sleutel nodig om dat werk in te kunnen, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. En die educatie, dat kan allerlei kanten op. Ik heb in de educatie die ik zelf heb bedacht ook, daar zitten bewegingslessen bij. Dus het is niet alleen maar maar ze gaan ook een keer tekenen. Er zitten spellen bij. Dus dat kan echt heel veel kanten op. En als je daar tegenaan zit te hikken, omdat je denkt, dat is niet mijn tak van sport, wat ik heel goed kan begrijpen, dan laat dat geen hinderpaal zijn. Om daarmee te komen, want dan kunnen wij je in contact brengen daarmee of kunnen we je daarbij helpen. Er zitten hier in deze groep zitten ook mensen die dat misschien wel kunnen. Dus ook al kennen jullie elkaar niet, op die manier zijn er bijvoorbeeld ook lijntjes te leggen. Dus uiteindelijk, want het is, en dat heb ik dan zelf in al die jaren ook wel gemerkt, dat al die facetten, dat is ieder voor zich is best wel een specialisme. Dus op het moment dat je dat niet in één persoon verenigt, wat helemaal niet zo vreemd is, moet dat geen beletsel zijn. Hè? Vandaar dat ik ook die zei, want het gaat om 1, 2 en 3, om dat werk. Het gaat uiteindelijk om die kunst die op die school moet komen. En vervolgens kunnen we die randvoorwaarden, die kunnen we creëren. We kunnen een educator regelen. We kunnen met je meedenken als het gaat om in welke vorm. En zo kan het misschien niet, want daar en daar en daarop. Maar zo wel. Ja, het was ook om aansluitend op een vorige vraag van, kijk, voor een workshop geven of een gastles, dat is het probleem niet, maar het allemaal op papier zetten precies, en dan al die voorwaarden
Ja, ik heb bijvoorbeeld met mijn eigen tentoonstellingen heb ik ook bewust mezelf daar in die zin buiten gehouden. Maar ik heb wel als extra optie, en dat geef ik dan aan de intermediair mee. Van nou, als je wil of als je daar ruimte voor hebt, kun je mij separaat inhuren. Dan komt daar gewoon nog wel extra kosten bij. Maar in de meeste gevallen kiezen de intermediairs dan gewoon voor een vaste mensen. Vanuit het centrum van de kunsten waar ze werken. En dat vind ik ook helemaal niet zo vreemd. Sommige scholen vinden het dan wel een plus. Dit is een wereld die nog volop in ontwikkeling is. Dus, maar ja, wat ik zeg, die educatie, dat moet gewoon op de een manier ook autonoom samen met dat werk kunnen functioneren. Oké, dankjewel. Ik hoop een aantal van jullie wellicht binnenkort te spreken. Want dat zou betekenen dat jullie getriggerd zijn door de mogelijkheden. En aanleiding daarin zien om eventueel daarover verder te praten. Dus, nou, fijne middag allemaal en tot ziens. Dankjewel.